HoornTV besteedt in 2 afleveringen aandacht aan het werk van de reclassering. Jaarlijks keren circa 120 ex-gedetineerden terug in de Hoornse samenleving. 80% van hen heeft een celstraf ondergaan van minder dan 4 maanden. Vanaf 2004 is de nazorg aan ex-gedetineerden toevertrouwd aan gemeentes. Landelijk is het percentage terugval, oftewel recidive, 70%. Hoorn scoort evenwel 20%. Hoe komt het dat Hoorn zo succesvol is? Dat vragen we aan burgemeester Onno van Veldhuizen. Ja, daar geef ik maar al te graag antwoord op. Want we zijn er heel trots op dat we dat met elkaar, die 20% inderdaad, maken. Want daar kun je toch wel over spreken. Als 1 iemand 1 jaar in de gevangenis zit, dat kost ons met elkaar zo'n 65.000 euro. En het is natuurlijk toch een verloren jaar in een mensenleven. Dan ga je met elkaar eens goed nadenken hoe je dat nu beter kunt doen en waar het probleem echt zit. En wat wij hebben geconstateerd is dat de gevangenis toch te veel een plaats is waar je de problemen die je erin stopt ook gewoon weer uithaalt. En mensen heel makkelijk in het oude patroon vervallen. Dat wij hebben gezorgd dat mensen een woning hebben. Als ze een verslavingsprobleem hebben, dat ze daar echt mee worden geholpen. Schuldenprobleem, dat we ze daar ook mee helpen, schuldsanering, onderwijs volgen, we ze naar werk brengen en zoiets simpels waar een enorme administratieve shit altijd overliep. Als je idee niet meer hebt, dan ben je in deze samenleving niet, dus dat zorgen we dan ook voor dat het er is. Het is merkwaardig, 20% om 70%, doen andere gemeentes dat dan niet? Nee, dat doen andere gemeentes niet. We hebben 2 keer het NOS-journaal mogen halen in de 6 jaar dat we het doen. Vanwege eigenlijk het enorme succes en al het gepraat natuurlijk over strenger straffen en vaker en langer. Wat we ook allemaal zijn gaan doen hoor in Nederland, in de samenleving. Maar wat er aan de achterkant gebeurt, wanneer mensen weer terugkomen, daar zijn we helemaal niet succesvol in. Dat zijn die 70% die binnen 6 jaar weer recidiveren. En bij ons, in alle bescheidenheid en West-Friese nuchterheid, het lijkt toch echt een heel stuk beter te gaan. Dus we hebben ook wel heel veel belangstelling gehad. Ook van staatssecretarissen, van Kamerleden, van andere gemeenten. Maar echt zo oppakken als wij het hebben gedaan. Den Helder doet het en in West-Friesland gebeurt het nu. Het convenant is onlangs met 3 jaar verlengd. Ja. Is dat op basis van evaluatie gegaan? Wordt er jaarlijks geëvalueerd? We kijken ieder jaar van natuurlijk hoe goed of hoe slecht het gaat en waar je nog kunt groeien en nog kunt verbeteren. Je moet elkaar ook scherp houden. Zaken veranderen ook, mensen veranderen ook. So far so good. En we gaan iedere jaar weer verder. Ook omdat het gewoon loont. Hè. Ook weer in dat geld dan toch, want dat is een norm die we allemaal erkennen. Ja. Het kost nogmaals 65.000 euro om iemand 1 jaar gevangen te houden. En dit project kost ons als samenleving in Hoorn 80.000 euro voor 120 mensen die jaarlijks terugkomen. En Hoorn draagt daar dan nog weer een relatief bescheiden aandeel in bij van 20.000 euro. Dus als je echte aandacht organiseert en ook echte wil bij de mensen organiseert, dan kom je denk ik toch met hard werken en vrij eenvoudige middelen een heel eind. En dat geldt overigens niet alleen op dit probleem, maar ik denk dat dat een bijna wetmatigheid is op tal van. Waar ik bijzonder benieuwd naar ben, dat is een van de medewerkers van nazorg. Dat is Roel Blokzeil. Die werkt natuurlijk veel met de gemeente samen. En ik zou wel eens willen weten van hem, van die 20%. Heeft hij daar ook, merkt hij ook dat in horen? Roel, leuk dat je er bent. Hoi. Kom erbij. Roel, in het midden. Roel, ik hoorde net landelijk 70%, horen 20%. Jij hebt met de realiteit te maken. Werk je alleen in Hoorn of zit je ook elders? Ik zit in Hoorn dus, 2 dagen in de week. Met nog een collega, we doen ieder 2 dagen. En ik doe ook Den Helder, ook daar weer met een collega. En is de aanpak overal hetzelfde? Heb je een landelijk inzicht over waar Hoorn nou verschillend in is? De burgemeester heeft natuurlijk uitgebreid verteld, maar merk je ook daadwerkelijk die vorm van begeleiding, dat je die wat makkelijker uit kan voeren?
Nou, het is verschillend per gemeente. Ja. We hebben gekozen om mensen daadwerkelijk ook te begeleiden. Ja. Dus niet alleen coördineren, wegzetten naar ketenpartners, maar ook daadwerkelijk mensen op sleeptouw nemen en te introduceren bij de verschillende partners waar we wat van willen en wat mee moeten. Dus dat maakt het denk ik uniek. En het feit dat we natuurlijk ook van de reclassering zijn. Ja, dat maakt omdat we natuurlijk de klanten ook vrij goed kennen in het voortraject. En dat maakt eigenlijk dat het een succesformule is. En het succes wordt verklaard, je doet de begeleiding. Gaat dat strikt formeel of gaat dat via een overeenkomst? Komt iedereen in aanmerking voor een overeenkomst met nazorg? Nou, van de 120 mensen die vrijkomen, zijn er ook altijd heel veel mensen die geen begeleiding wensen of willen. Dat is logisch, want een groot deel is kort gestraft. Ja. Die vinden hun weg wel weer in de maatschappij. Maar er is ook een deel van die hebben toch wat meer in de hulp nodig. En van die deel zijn er heel veel mensen die toch wel die hulp wensen. En daar maken we een soort overeenkomst mee. En dat zijn eigenlijk gewoon afspraken die we maken. Van dit gaan we doen. Dit kan je van mij verwachten. En dat kan ik van jou verwachten. En het blijft natuurlijk vrijwillig. Het in tegenstelling tot een reclasseringstraject. Opgelegd is door de rechtbank. Ja. Dit is een vrijwillig traject. En als de klant zegt van nou, ik hou me niet meer aan de afspraak of ik ben niet meer gemotiveerd. Ja, dan pech, dan moet hij het mezelf uitzoeken. Maar zolang hij gemotiveerd is en hij wil van zijn leven maken, ja, dan gaan we voor hem aan de slag. En dat zijn eigenlijk onze afspraken die we er. En over hoeveel mensen praten we dan? Nou, van die 120, ik heb al verteld, zijn natuurlijk een aantal kort gestraft. Ja. En die hebben ons hulp niet nodig, maar we hebben zo op jaarbasis tussen de 30 en 40 mensen die in meer of mindere mate echt onze hulp nodig hebben. En daar moeten we wat mee. En zoals huisvesting, inkomen, leren, maar ook op het gebied van zorg. Hè. Dus niet alleen dat stukje van maatschappelijk belang, hè, over hoe je je leven inricht, een dak boven je hoofd, noem maar op. Maar ook mensen die met een gedragsprobleem zitten. Hè. Ja. En dat is wel mooi als je van de reclassering bent, dat onderken je en daar probeer je ook wat mee te doen. Al dan niet verwijzen om met goede gesprekken proberen om toch die goede banen te krijgen. En worden de gedetineerden op het moment dat ze vrijkomen al meteen geattendeerd op nazorg? Of komen ze daar later achter? Nou, het hele nazorg is eigenlijk een initiatief geweest van het gevangeniswezen en vroeger het VNG, hè, de Vereniging Nederlandse Gemeentes. En die hebben afgesproken dat eigenlijk vanaf 2004 is het eigenlijk langzaam ontwikkeld, dat in de gevangenis al mensen worden geattendeerd op het feit dat ze gebruik kunnen maken van nazorg. Dus de maatschappelijk werker in de gevangenis die doet de intake en die geeft het dan door aan de gevangenis, aan de gemeente van herkomst. Dus iemand die uit Horen komt, krijgt van die maatschappelijk werk te horen. Let op, gemeente Horen, deze persoon zit nu vast. Die moet zo of zo lang en als hij vrijkomt, heeft hij wel of geen hulp nodig op die en die leefgebieden. Tony, je hebt net de mooie verhalen gehoord. Ik vind het tenminste een schitterend resultaat van Horen. 20% burgemeester heeft gesproken. En Roel Blokdijk van Nazorg heeft gesproken. Je bent niet onmiddellijk naar hen toegestapt met een overeenkomst. Een maand lang heb je erop gewacht. Ja, ik heb een maandje lang gewacht. Omdat ik dacht zelf dat ik het zelf kon. Ja. Dat ik zelf uit de problemen kon komen, maar na een tijd had ik toch gemerkt dat ik hulp bij nodig had om eruit te komen. Maar je wist ook van tevoren dat je een overeenkomst kon sluiten? Nee. Had je dat dan verteld ook? Nee, het werd me niet verteld. Nee. Maar hoe ben je dan in contact met Roel gekomen? Ik heb een brief gekregen, een uitnodiging, om te komen praten. Ja. En daar ben ik langs gegaan. Ja. Roel, ik neem aan dat jij degene bent geweest die brief gestuurd heeft. Ja. 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 Waarom heb je die gestuurd? Nou, omdat ik dacht dat Tony wel hulp kon gebruiken, gezien de gegevens die ik gekregen had van de gevangenis. Ja. Maar ja, goed, het heeft een maandje geduurd. Ik had hem eigenlijk al afgesloten. En, gelukkig kwam hij toch nog langs. Ja, en toen zijn we het gesprek aangegaan. En dat gesprek, dat maakt de melding ongetwijfeld van verplichtingen die je op je gaat nemen of van afspraken die je gaat maken? Ja, we moesten duidelijk afspraken maken dat ik zelf mijn afspraken na zou komen. Ja. En dat ik gewoon, als de contact gewoon blijft. En kreeg je ook met die afspraken die je maakte bepaalde opdrachten, zeg maar, van de afspraken nakomen, waar ging het dan over hebben bijvoorbeeld? Ja, ik kreeg gewoon mijn taak om te doen. Dat ik bijvoorbeeld moest inschrijven of gewoon ik moest mijn eigen dingen doen.
Maar ik kreeg wel hulp van Roel. Jullie zijn overal gezamenlijk op afgestapt? Of heeft Tony ook zelf initiatieven moeten nemen en zeggen van als het niet gaat, dan, dan roep je me maar? Ja, precies. Nou, stap voor stap. Hè. Dus inschrijven bij Intermares bijvoorbeeld. En dan een dag daarna of een week daarna weer bij me langskomen. En dan kijken of hij het gedaan had. Ja. Zaken waarvan ik denk, nou, daar moet ik even bij zijn. Hè. Zoals bij de gemeente, hè, bij de sociale dienst of bij Rentree voor reïntegratie. Dan ga ik vaak wel mee. Hè? Dan denk ik van het is belangrijk dat ik daar even mijn verhaal doe. Ja. En ook om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En voor des heb ik elke keer getracht om Tony maar zodanig aan de afspraken te houden dat goed ging. Want vaak is het zo, dat kan hij ook wel beamen. En dat zegt hij ook zelf, dat het altijd heel lastig is om iets vol te houden. Ja. En dat is ook een van de doelen geweest. Volhouden. Mislukt het? Of het gaat niet goed bij een instelling? Bij wie moest je als eerst melden? Bij wie kon je boos worden? Roep. Bij mij. Roep. Ja, en gebeurde het ook met enige regelmaat boos worden? Ja, het kwam wel eens vaak voor dat ik gewoon boos werd. Maar Roep zegt me gewoon rustig blijven. Ja. Komt wel goed. Dus. Je bent geholpen met huisvesting, neem ik aan. Vrij en je hebt natuurlijk niks. Ja, klopt. Ja. Ik ben geholpen met huisvesting. Ja. Ja, en dat heb ik. Ik heb nu een huisje. Ja. Ik heb nu een baan, ja. Dus... Geweldig. Ja. Ja. Maar huisvesting is één aspect, maar je gaat natuurlijk niet op een kale vloer zitten. Er komt er wel het een en ander kijken, denk ik. Ja, maar zoals niet iedereen, of niet alleen maar mensen die uit detentie komen. Alle mensen in Nederland die op bestaansniveau minimum leven, die hebben recht op een bijzondere bijstand. Ook dus Tony. Ja. En we hebben gewoon geregeld dat hij in ieder geval een lening kon krijgen bij de gemeente om in ieder geval... een paar dingen aan te schaffen om zijn woning in te richten. Ook daar bemiddel ik in, hè, waar nodig is, en help ik hem om dat voor elkaar te krijgen. Nou, voor de rest inkomen natuurlijk geregeld. Nou, de volgende stap is straks om zijn schulden te saneren. Ja. En dan gaan we verder werken aan andere zaken waar hij nog mee loopt en mee zit. En dat is fase 2, zeg maar. Hè. Daar gaan we straks mee beginnen. Een overeenkomst is een kwestie van afspraken maken. Hè? Kan je al wat wegstrepen van nou, die afspraken zijn allemaal nagekomen en nu gaan we verder bouwen? Of in welke fase zit je? Zit je nog in het begin of zit je al bijna aan het eind van zo'n traject, denk je? Nou, ik zit denk bijna aan het eind van het traject. Ja? Ja. Ik heb alle afspraken zijn gedaan, hoe het moest gaan. Dus, en ik heb ook wat moois voor teruggekregen. Dus ik heb het allemaal eigenlijk zelf gedaan met Roel samen. Met de hulp van Roel. Dat maak je heel trots, neem ik aan. Ja. Ja. En jou ook. Ja, zeker. Kijk, ik had door dat in deze jonge muziek zat. Ja. En je vraagt jongens, die praat je met. Ik nou, ik ga het proberen of het gaat lukken. Ja. Maar bij Tony had ik het gevoel wel. Het is net als stoppen met roken. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Alleen, ze hebben wel een stokje achter de deur nodig. Of ze hebben een pep talk nodig. Ja. Of ze hebben extra hulp nodig. Hè. Vaak wordt wel veel beroep gedaan op zelfredzaamheid. Maar wat is zelfredzaamheid? Hè? Soms heb je iemand ook een schouder nodig of hulp nodig van iemand die met ze meegaat. En, snap je? Kijk, in het verleden is dat denk ik te weinig gebeurd. En ik denk van die rol kan je ook invullen. En dat, het is gewoon een kwestie van even aanvoelen hoe het zit. Hè? Dat pakt hij heel goed op. Hij is goed gemotiveerd. En we zijn ruim over de helft. Er zijn nog een paar zaken die moeten worden geregeld. Ja, dan moet hij het zelf doen. En dat wil niet zeggen dat ik hem loslaat, hoor. Als hij over een half jaar nog een probleem heeft. Kijk, we gaan nog even met elkaar door. En dan kom je bij hem langs, want dan kun je me nog even daar en daar mee helpen. Ben ik niet de broer om wat te doen. Dat gebeurt nog regelmatig met oude klanten. Dus dat blijft gewoon gaan. Volgende week een gesprek met Frank Hoezinne, die vanuit de gemeente het nazorgtraject heeft geïnitieerd. Frank Hoezinne, ik vraag u aandacht voor een bijzondere aflevering met een geïnspireerde en maatschappelijk betrokken mens. Graag tot volgende week.